Meneer de voorzitter, we vragen uw regering, onze regering, om dit van de Mennonieten eigenlijk vanavond en nu stop te zetten. Hoe meer we erover praten, hoe dieper we in duisternis tasten. En ik denk niet dat dat onze bedoeling is. Hoe meer we erover praten, hoe meer we een verwarring aan broeien en kom, voorzitter. En hoe duisterder het wordt. De spreker heeft gelijk. Er is een heel betoog. Is de verwarring nog groter? En zijn we nog meer duisternis, voorzitter? Ik vraag me af, van welke partij komt de spreker, voorzitter? Zijn er twee ABAP, één van de minister van GBB en één van het lid Canapé? Want het is toch uw minister die een beschikking heeft getekend ten behoeve van de Mennonieten, waarvan u vindt dat in een wanning? Dat zou u uw pleidooi in uw partij moeten voeren en geen show hier en daar na komen uitvoeren, voorzitter. We zijn moe van de shows die worden gemaakt. Treed u op. Wanneer u vindt, u bent er moe van, gaat u met uw voorzitter zitten, die vicepresident is, treed u op tegen wat u vindt dat niet goed is. En het gaat niet alleen, u moet nog een woordje voorhouden over Mennonieten. Het heel grondbeleid, welke wordt uitgevoerd vanuit u en uw partij, dat is duister en dat brengt verwarring. Want het zijn geen Mennonieten die grond hebben gekregen bij Sabaku. Het zijn geen Mennonieten die grond hebben gekregen bij Kronenburg. Het zijn geen Mennonieten die honderden hectare hebben gehad in Saramaka. Het zijn uw eigen collega's. Dat is mijn big you. Wanneer we praten, laten we praten, maar niet alleen maar praten, maar ook doen. En wanneer u vindt dat het volk Mennonieten nu wil hebben, dan heb u de taak om te doen. Bespreekt u het in plaats dat u hier een show komt houden met de regering, met uw minister, om die beschikking die ze heeft getekend terug te draaien. En laten we met beleid komen bij alles er een man kan winnen. Maar dit, shit. Ik hoor beschikking, ik hoor bereidsverklaring, maar ik wil de spreker iets meegeven. Een hit is niet een mooie pokoe, een hit is een veelgedraaide pokoe. En er zijn genoeg mediahuizen als satellietzenders van politieke partijen die hit moeten draaien. En die hit van ze nu is Mennonieten. Dus if you ook go in tapa, hit sa de mij draai. Want dat is de kracht van media. Daarom zijn er zoveel mediahuizen plotseling na de verkiezing ontstaan. Is het u nu opgevallen dat het juist die mediazenders zijn die aan het trekken? Wees voorzichtig, no go in asrubu. Wanneer wij praten over de correcte informatie, dan moeten we volstaan met de correcte informatie. En als er anders eromheen speculatief gebracht wordt, ik wil de spreker het meegeven. If you wakago bakasroep, dat doe je precies mee met wat men wil creëren. Want ik heb geen enkele discussie bij het volk gehoord over Mennonieten. Op social media hoor je het. En social media is niet het volk. Publieke opinie wordt niet gecreëerd. Publieke opinie wordt niet gecreëerd, voorzitter, door de satellietzenders. Dus ik zeg het, spreker, let u op wat het volk nodig heeft. De Mennonieten-discussie is een discussie die daar gevoerd wordt. Laten wij ons houden aan de feiten. En als de minister de feiten hier heeft gebracht, laten wij daarmee volstaan. Ik zal niet reageren op elke andere verdachtmaking die niet hard gemaakt kan worden. Voorzitter, ja, u de spreker heeft het continu, en ik moet zeggen helaas alleen maar over de Mennonieten. Terwijl ik tijdens de behandeling heb aangegeven dat een rookgordijn is. De meester Ibuno. De meester Ibuno. Mennonieten. Jawel, ze hebben gevraagd. Jawel, ze hebben een bereidsverklaring of something like that. Maar de grote aanvragers zijn in de documenten wat ik heb aangegeven. Meneer Soudager met 5 of zoveel stichtingen en al die dingen. Dus, Natchamigo met een rookgordijn. Uiteraard, als we aan Mennonieten hebben gegeven, is het verkeerd voor dat doeleinde. Maar de grote boys, dat zijn niet de Mennonieten. Laten we dat met elkaar goed verstaan. En no draai mee. Meneer de voorzitter, mijn standpunt, de standpunt van de ABOPEL-fractie is duidelijk. Als, zoals de zaak zich nu voordoet, het zorgt voor verwarring. In die maatschappij, die discussie is niet meer zuiver. Iedereen beschikt over een deel van wat wel en wat niet is. Laten wij kijken om dit te parkeren, stop te zetten, te pareren, totdat wij er weer
meer duidelijkheid over kunnen geven aan die samenleving. Wanneer het geachte lid BOVA zegt dat ik, wanneer ik mijn standpunt, het standpunt van de fractie kenbaar maak, en hij vindt dat dat meer verwarring brengt, if a verwarring bigi sotak inschrijf neer freestyle schrijven moro, met accent toe, brada, tap atori, teleka momenti, die oefen a juiste informatie, en wan fasifaf go moro fara, nanga a onderwerp disi. Maar men nog niet op dit moment, moet geen prioriteit meer zijn van die discussie van die samenleving. Dat is wat ik deze samenleving vraag. Totdat wij weer goed erover kunnen communiceren naar onze samenleving, dan brengen we het weer op als onderwerp. Maar ook vraagt die samenleving naar die duidelijkheid van die ter beschikking gestelde gronden voor landbouw. Oké, die informatie wil die samenleving. Wie en wie zal allemaal daar aan landbouw gaan doen. Laten wij die duidelijkheid krijgen. En dat is wat we de regering vragen. Als dat uitblijft en het niet komt. Ja, meneer de voorzitter. Vragen wij de regering om dit onderwerp te halen uit onze maatschappelijke discussie. En het te maken tot onderdeel van ons verleden.